En hallo mensen, top leuk kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in een enige echte potje. Een free-for-all custom game op de map Nuketown. Met de enige echte. Even kijken. Ender Dragon, zeg maar even hallo. Oh, mijn crash stemde ook nog maar een foutje. Dan hebben we nog, wie hebben we nog meer hier? Speed Tiger en Kai. Kai Tang. Ik ken die twee guys. Het zijn vrienden van Ender Dragon, dus ik vertrouw erop. We gaan in ieder geval even een free-for-all doen met de auto prachtige... Hey, die gevalpartnaam, die heet Kai Tang. Cool. De enige echte... God, nu ben ik het zelf kwijt. Hoe heet het ding? Jongens, help me. Argus, dankjewel. Hey, je loopt gewoon langs mij. Oh, jezus. Ja, dankjewel. Waarom heb ik twee hitmarkers? Kom op. In ieder geval, we gaan twee free-for-all potjes doen en... Wauw, ik mis al mijn foto's. Oh, dat is allemaal We gaan in ieder geval lekker napraten over, ja, over Call of Black Ops 3 en over de komende Infinite Warfare. Want ik persoonlijk, ik ben niet, het is niet echt hype. Oh. Nee, het is niet een solo Call of Duty, ik ben niet. Ik vind eigenlijk helemaal niet zo leuk Call of Duty. Ik vind dat chill op zeggen. Ik vind hem wel, lijkt mij wel cool dat ik het zo zeg. Ja, klopt. Cleaner kill. Oh, ja, sorry. Ik vind hem ook wel cool eruit zien, maar hij is niet zo apart. Shit man, ik ging zo lekker. Ik ging zo mooi. She duck. Oké. Hey, toen je de vorige keer die Argus maakte en die andere van Vivant tegen mij, toen vond ik hem wel lekker de schiet toch? In ieder geval. Wat we gaan, wat, ja, weet je, Black Ops 3 vond ik persoonlijk een hele nice, Ik vond het heel nice, ik vind deze game tot zover nog steeds. Oh, ik kon je niet vinden. Oh, mooie kill. Ik vond het tot zover nog steeds heel nice. Dit is de eerste Black Ops die ik, de eerste Call of Duty die ik ooit gespeeld heb, dus ik heb niet echt te klagen over de andere ooit eerder uitgebrachte games. Maar ik vind hem in ieder geval wel nice, dus dat is in ieder geval een goed puntje. Wacht even hoor. Oh, ik zag je wel. Maar in ieder geval. Ik heb heel erg veel plezier gehad in deze game in ieder geval. Maar ik ga nog zeker even spelen. Heel veel zelfs. Dat heb je al. Oké. Opletten. Jij zegt toch altijd dat je slecht bent? Je nagaat nog niet goed jullie zijn als ik nog win. Oké, dat vond ik racistisch. Oh, sorry. Hey! Oh. Oh, als je me neersloeg, hè, was het free kill. Ja, ik ben niet zo van het slaan. Als het je neerslaat, dan is dat echt per ongeluk. Dan ben je gewoon sterk. Tuurlijk. Kijken. Geen schrik. Jongen, Junior, wat span jij? Oh, fuck. Yo, ik krijg hitmaker, ik wil je kill ook. Oh, ik schoot ook echt 10 keer mis ofzo. Echt prachtig. Triple piep. Oh. In ieder geval, ik heb persoonlijk, ik heb best wel veel geleerd in deze, van deze Call of Duty. Oh, kut, ik schiet nog mis ook. Nee. Oh, yes. Dit is jammer. Oh, ik zat het niet in ieder geval, ik heb best wel veel geleerd in deze Call of Duty. Ik heb best wel veel gedaan ook. Het eerste Call of Duty dat ik ooit speelde. Ik heb hem heel erg leuk gevonden. Ik heb ook de beta. Nee, ik heb ook de beta gespeeld van Infinite Warfare. En daar was ik ook heel erg tevreden over natuurlijk. Oei. Oh, ik heb een scorebord. Oh, ik moet nog een keer. Nee. Lopen. Oh. Ik heb UV. Oh. Oh, mooie kill. In ieder geval. Quick scope. Ik, ja, weet je, het zijn de dingen waarvan jullie zeggen van, yo, dat heb ik gedaan, dat vond ik nice. En weet je, hebben jullie nog mooie trickshots gemaakt? Ik kan zelf helemaal niet snipen, dus dat is niks voor mij. Ja, wel. Dus ik kan moeilijk zeggen, ik heb 10.000 trickshots gemaakt en dat soort shit. Dat kan ik niet zeggen, dat heb ik niet. Ik kan wel trickshotten. Ja, ik zweer. Dat heb ik geleerd. Oh, ik wist dat je in mijn rug trok, maar ik had er niks aan doen. Ja, man. Ik zat lekker in je rug. Oh, ik persoonlijk, ik heb er wel wat zaakjes veel van geleerd.
Oh, wait, yo, ik ging quickscope. Yo, ik moet teruglopen, ja, bij jou. Get turned, vriend. Oh, mooi. weet je, het ding is ook wel, ja, ik ben heel erg aan het concentreren ondertussen, dus er komt helemaal niks van mijn hele verhaal af. Oh ja, sorry. Oké. Maar weet je, ik heb ook de beta gespeeld. Wasted. Hey, niet slaan! Foutje van mij, sorry. Ik weet niet of jullie de beta gespeeld hebben van Infinite Warfare, maar ik heb hem wel gespeeld. Ik vond hem persoonlijk best wel nice. Ik ook. Wat vonden jullie ervan? Was je op vakantie? Was je in Polen? Ik was niet op vakantie. Ik was thuis de beta aan het spelen. Nee, ik heb er echt wel van genoten. En ik heb ook wel een idee wat wapen ik echt wel nice ga vinden. Oh, stoor ik jullie nu? Nee hoor. Ah, ik zag je, maar ik wist niet precies waar je geland was. Ik denk dat ik grote fan ben geworden van de type 2. Welke type 2? Oh. Van de type 2, ja, de type 2 en ook wel de NV4 ergens. Ja, ik vond die NV4 ook wel fijn. Om eerlijk te zijn. Oeh, die kill. Wat is nou klaar? Je zou toch 50 kills doen? Ja, die game setting zat nooit helemaal prachtig bij mij. Oh. Daar kom ik hoor. Waarom ga je slaan? Ja, dat is dus. Ik pak te snel. Ik druk in plaats van dat ik meestuur. Dus dat was een beetje een probleem. Fout van mij. Lieve, we gaan lekker nog een potje doen. Dus dan gaan we die meteen erachteraan doen. Dus ja, laten we dat meteen doen. Kijk, mijn dans dan. Oeh, prachtig. Op naar potje 2. Ik ben ondertussen zijn we al. We zijn in een prachtig tweede potje. Ik ben al dood. Wat we doen, we spelen met z'n vijven ondertussen. Eén daarvan heeft geen mic. Prachtig. Spelen we tegen 18 anderen. Ik ga. Dit gaat ergens over. We spelen tegen 12 andere NPC's. Omdat het gewoon heel grappig is. En omdat we de tijd moeten doden. Omdat het gewoon. Ik word gewoon het werk gekilled. Wauw. Ik had ook maar 3 kills met al het gespam van net. Ik heb betere refs. Wow. Ja. Ik heb nog niet eens mijn care package gehaald. Mag ik wel? Wat? Waarom? Waarom, game? In ieder geval, ik kom niet terug op. Ik kom niet aan bij mijn verhaal. Wat ik wil zeggen is. Godverdomme. Tot zover mijn lievelingswapen, zoals ik al zei. Is tot zover, denk ik wel, de karma. Dat ik dat gewoon een heel grappig wapen vind. En met dat je krijgt niet zomaar, krijg je hem super veel beter. Ik vind het echt. En dan van bam, karma voor jou, weet je. Je kan er van alles mee doen. Oké. Waarom moeten ze er met zoveel zijn? Yo, wat de. Look at my dead bitch. Yeah. Ga. Weg. Kut NPC. Yo, jullie gaan zo slecht. Ja, het is met zoveel bijzonders. Ik weet het. Jullie pakken eentje achter mij, maar die geeft schijnbaar niet zoveel rugs. Oké, prachtig. Ik doe het ervoor. Hey. Wat is jullie lievelingswapen tot zover? Want ik heb natuurlijk wel mijn lievelingswapen ondertussen. Ik weet het wel. Dat is karma, echt wel. Mijn is die ene die ik net zei, maar ik ben de naam vergeten. Goed onthouden. Ik weet niet, want ik heb gedaan, ik ben trots op. Oké, en dit moet dan. Is het dan. Wat? Het is toch echt wel een gevalletje noob hoor, dit. Oké, ik ga nu ook wel hard. Oké, ik ga nu ook wel hard. Het zijn er blijven natuurlijk. Yo, ik word gewoon helemaal alle achter geblazen. Door die naaileder. Ik ga alles kills pakken, man. Dat weet ik niet echt. What the fuck? Ze komen met z'n allen tegelijk, dat is echt niet leuk.
Oeh. Ik vraag me wel eens af of ik hem wel echt op hardend heb aangezet ofzo. Ik weet het niet meer. Wat doe jij? Die altijd die reps. Ik heb echt alleen mijn care package aangezet, hè? Ik heb reps. Zoals de afspraak was. Ja, maar we gingen tegen bot. Dus ik dacht, ja, dan ga ik een goede support aanzetten. Oh. Sorry, ik ben onbeleefd. Ja, een beetje wel, hè. Maar dit is nu wel, het is nu zeg maar best wel heel erg overpowered richting die enemies. Ai. Ik heb drie krachten elkaar al recht, jongen. Ja, ik heb het gezien. Ik heb een Cerberus, prachtig. Ik zet hem hier gewoon in de spawn neer. Ik heb sowieso... Wow, 141 kills, gast. Wie? Hier, wie? Ik heb, wat heb ik? 141 kills. Ik ga wel lekker. Ik zie het. Ik denk dat ik niet dood ben, begint dat ik verbaasd mij. Ik ben gewoon de hele tijd al aan het killen. Zo! Ik heb steeds een UAV'tje. En jij haalt steeds je refs. Ik heb denk ik al twee keer nucleair gehaald zonder dood te gaan ondertussen in dit potje. Jongen, ik ga kijken hoeveel kills ik heb. Holy shit. Ik ben alsof niet dood gegaan. Ik ben één keer dood gegaan. Holy damn. Wow. Je kan zeggen wat je wil, maar je gaat het werkelijk nog wel eens dood door en doe die enemies. Ja. Ik dan vrij weinig, op echt waar. Ik hoop jullie allemaal hartstikke van deze video genoten hebben. Als jullie dit tof vonden en alvast heel veel zin hebben in Call of Duty, Infinite Warfare en de remastered van Call of Duty. Ik zou zeggen, doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal. Laten we proberen 3, 4, 5. Laten we gewoon gek doen. Gewoon 5 likes halen. Dat lijkt me helemaal prachtig. Iedereen, hartstikke bedankt voor het kijken in ieder geval vast. En dan zeg ik, we gaan lekker voor Call of Duty spelen de komende tijd.